Hallo allemaal, dit is Roy van Letscherp.nl en in deze video review wil ik jullie wat gaan vertellen over een werkelijk waar fantastische zaklamp, namelijk de Olight M2X UT Javelot. Olight heeft met deze lamp eigenlijk twee lampen gecombineerd, namelijk een hele compacte zaklamp in het formaat van de M21, dat is dit stuk van de body, een smalle body, met daarop een grote lampkoop die ze van de M3X af hebben gehaald. Die samen bij elkaar opgeteld heb je een compacte thrower, zoals ze dat heet. En een thrower, dat is een zaklamp die geschikt is voor extreem grote afstanden. Alleen, het probleem is, de meeste zaklampen die voor dat soort afstanden geschikt zijn, zijn namelijk ontzettend grote bakbeesten die moeilijk mee zijn te nemen. Dat is waar deze Olight een ontzettend verschil in maakt, want deze zaklamp is ultra compact gezien de prestaties wat hij levert. Hij wordt geleverd in een mooie kunststof koffer zoals je hier kan zien. En hier staan een aantal specificaties op die ik even met jullie door wil nemen. Nou, zoals je kan zien, maximale lichtopbrengst 1020 lumen. Laat je niet van de wijs brengen door dit getal. Er zijn zaklampen die namelijk vele malen meer lumen geven. Alleen, het gaat om de reflector die uiteindelijk het bereik van de bundel bepaalt. En deze reflector is namelijk dusdanig groot en zodanig geoptimaliseerd dat deze zaklamp afstanden tot ruim 800 meter kan overbruggen. Ik moet er wel bij zeggen, dit is 810 meter volgens de ANSI-norm. En de ANSI-norm die rekent met een bepaalde lichtsterkte op deze afstand. En die lichtsterkte op deze afstand, dat is 0,25 lux. En dat is ongeveer het kwart van een kaasvlammetje. Dat is nog steeds licht, maar natuurlijk niet het licht dat wij direct voor ogen hebben. Dus hou er rekening mee dat het daadwerkelijk bereik van deze lamp hier wel onder ligt. Desondanks ga je straks zien dat deze lamp een waanzinnig strakke bundel geeft en ontzettend goed geschikt is om grote afstanden mee te overbruggen. De maximale lichtopbrengst is tot 30 uur en dat is natuurlijk op de lage stand. De zaklamp zelf werkt op twee CR123 batterijen of 1 keer 18650 accu zoals je kunt zien. En wij raden je altijd aan om de 18650 accu te nemen. Dat is namelijk een accu zoals dit. Die is optioneel bij te bestellen met een ladertje. En daarmee ben je compleet voorzien en kun je de lamp meer dan 500 keer opladen. Zo'n setje kost echter een paar tientjes. Dus dat is een kleine investering. En je hebt er zoveel meerwaarde van. En je hoeft niet meer naar de winkel om elke keer nieuwe batterijen te kopen. Daarnaast is de lamp ook 2 meter waterdicht. Volgens de IPX8 norm. Dat betekent dat je hem in het water kunt laten vallen. En dat je hem gerust kunt laten liggen. En niet bang hoeft te zijn dat de lamp dat daar water in komt. Laten we even naar de binnenkant de inhoud van de koffer gaan kijken. Er zitten twee clips aan de voorkant. Die klippen we open. En dan zien we hier de koffer. Wat zien we allemaal zitten? We zien natuurlijk de handleiding. Mooi uitgesneden vorm waar de lamp precies invalt als de koffer dicht zit. We zien hier een klein foldertje met wat Olight zaklampjes. Al deze lampen kun je trouwens vinden op onze website. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk gerust even verder. Een tasje waar natuurlijk de lamp in kan, een polskoordje. We zien hier een klein zakje met extra o-ringen en hier een anti-rammelhouder. Deze houder is geschikt voor CR123 batterijtjes, dat zijn deze. Die kun je er zo in doen en dat zorgt ervoor dat de batterijen niet gaan rammelen in je zaklamp. Gebruik je een 18650 accu, deze, dan kun je dit houdertje weglaten en hoef je niet te gebruiken. En natuurlijk het belangrijkste nog, de lamp zelf. En die gaan we even goed bekijken. En daardoor gaan we de koffer even aan de kant doen. En wat je hier ziet, is een hele compacte zaklamp. Je ziet hoe compact het formaat is. Een smalle body van 1 inch, dus hij is geschikt voor wapenmontage. Met een waanzinnig grote, diepe lampkop. En je ziet hier in het midden de LED zitten. En ik zal heel even wat inzoomen, zodat je hem goed kunt zien. En dit is een gemodificeerde de-domed LED. En dat de-domed, dat zorgt ervoor dat er op de LED geen plastic laagje zit. Een druppeltje waar het altijd op lijkt. Waardoor je nog meer efficiëntie van je zaklamp hebt. Nou, kijken we even naar de uiterlijke kenmerken van de lamp. Dan zien we hier natuurlijk het merk staan. Aan de andere kant staat de M2X UT Javelot. En UT, dat staat voor Ultra Thrower. Dus oftewel een zaklamp voor extreem grote afstanden. Een uniek serienummer wat erop staat. We zien hier de ring die je af kan draaien. Deze ring.
Dat is voor de cigar grip, dus je kan de lamp als een sigaar vasthouden. Dat is op deze manier en dan kun je de lamp bedienen. Dan zien we hier de dop aan de achterkant met een gekartelde rand, zowel op de dop als op de voorkant. Dat kun je gebruiken om een glas door te tikken, maar ook om jezelf te kunnen verdedigen. Het mooie van deze lamp is dat die rechtop kan staan, dus je kan hem ook op vakantie in je tent op de grond zetten en de lamp naar voren laten schijnen. Er zijn ook filters voor te krijgen die je hierop kan doen, waaronder ook een diffuser en dat is een melkglazen kapje waardoor de bundel in één keer verspreid wordt over groot oppervlak en dan maak je er gewoon een tentlamp van. Dan gaan we naar de voorkant, dan zien we hier een aantal ribbels zitten. Dat heeft natuurlijk ook een functie en dat is om de hitte af te voeren, want laten we niet vergeten dat een LED nog steeds heel erg warm wordt en die hitte moet die kwijt kunnen. En als laatste hebben we natuurlijk de ontzettend gladde, strakke spiegel van deze lamp. Je kan mij zelfs bijna erin zien zitten. En deze zorgt voor een hele strakke bundel. Tijd voor een kleine test. Ga ik jullie even uitleggen hoe de lamp werkt. En dan gaan we er een batterijtje in doen. Ik heb inmiddels een opgeladen 18650 lithium-ion accu gevonden. En die gaan we nou gebruiken om in de lamp te stoppen en om te kijken hoe de lamp werkt. Nou, we draaien de dop aan de achterkant eraf. We doen de batterij erin. Zorg altijd dat je een beschermde 18650 lithium-ion accu gebruikt. Want deze bevatten namelijk een chip waarmee je zelf de batterij in de gaten houdt. Dus mocht de batterij te ver vol of te ver leeg raken, dan zegt de chip zelf ik stop ermee. En dat is voor de extra veiligheid en lange levensduur van de accu. Nou, ik heb de dop er weer opgedraaid. We zetten de lamp aan en dit is de laagste lichtstand van 20 lumen. Op deze stand kun je bijna 30 uur schijnen. Nou, en dit is nog steeds genoeg om een meter of 20, 30 van je af te kunnen kijken in het donker. Nou, wanneer we naar de bundel kijken, dan vallen ons eigenlijk twee dingen op. Is dat er een klein gaatje in het midden zit, maar dat heeft met de vorm van de LED te maken. Dat gaat zo meteen weg als ik de lamp van me af beweeg. Kijk maar, dan wordt de bundel mooi rond. En we zien natuurlijk die felle bundel hier en daaromheen zien we een wazige bundel. Nou, en de essentie zit hem in die felle bundel. Dit noemen ze de spot en dit noemen ze de spil. En met die spot, dat zorgt voor een hoog bereik. Deze lamp heeft namelijk 1020 lumen en wat ik net al aangaf, zegt lumen niks over de afstand. Want lumen, er zijn ook zaklampen, bijvoorbeeld de Nightcore TM26 met 4000 lumen. Maar die hebben vier ledjes en relatief kleine reflectoren. En dit is één grote reflector en dankzij die grote reflector kun je een veel strakkere bundel maken. Deze zaklamp heeft namelijk 164.000 candela en dat is extreem hoog. En candela zegt iets over de intensiteit van deze bundel. Hoe hoger het candela getal, hoe intenser de bundel en hoe strakker die schijnt en hoe verder dat die komt. Nou, wanneer we nou van ons af gaan schijnen, dan zien we nog steeds een hele strakke bundel. En wanneer ik met die 20 lumen op mijn hand ga schijnen, zien we nog steeds dat er extreem veel licht is. En dit is de lage stand. Om nou te wisselen van standen, moet je de lampkop aan de buitenkant vastpakken en de body in het midden. En dan draai je één keer aan de body en weer terug. Kijk, en zo kun je wisselen. Dus je draait naar links en weer terug naar rechts. Naar links en weer naar rechts. En dan kun je wisselen. Nou, dit is de tweede lichtstand van 250 lumen. En je ziet dat het nou al aardig pijnlijk wordt om in te kijken. En alles wat ik nou beschijn, wordt gewoon zwaar overbelicht. En je ziet hoe strak die bundel blijft. En die spil hieromheen zorgt ervoor dat je op waar je staat, dat je niet alleen in de verte kunt kijken met deze bundel, maar dat je met deze rand ook dichtbij nog altijd kunt blijven volgen wat er gebeurt. Wanneer we hem op de hoge stand zetten, dan zul je zien dat die zwaar overbelicht wordt. En dit is 1020 lumen en met een goede accu kun je 1 uur lang op deze volle stand schijnen. En je ziet, nou blijft er niks meer van mijn hand over en wordt het hele oppervlak zwaar overbelicht. Kijk, hier kun je nogmaals zien hoe die bundel in elkaar steekt. Je ziet hier aan de buitenkant de spil en in het midden de spot met die hele felle bundel. Deze lamp is extreem geschikt voor grote afstanden, met name in de jacht, beveiliging, politie, boswachters, noem het maar op. Mensen die vooral ver moeten kunnen schijnen. Er zit ook een stroboscoopfunctie op en dat maakt de lamp ook in de beveiliging natuurlijk uitermate geschikt. Is dat je 3 keer half op de knop drukt, snel achter elkaar. En dan zul je zien dat de lamp gaat knipperen. 1, 2, 3.
Oh, dan moet ik het natuurlijk wel goed doen. 1, 2, 3. Kijk, en daar is die. Je moet daar niet te veel tijd tussen laten, want dan gaat het niet werken. Maar wanneer je 3 keer dat doet en dan doordrukt, dan zul je zien dat de lamp blijft staan in de stand. En dan heb je een hele irritante stroboscoop waarmee je mensen kunt verblinden. Tot zover deze indoor review van de Olight M2X UT Javelot. We gaan hem even mee naar buiten nemen en is daar daadwerkelijk aan de praktijktest. En daar eens even een praktijktest uitvoeren om te kijken hoe deze lamp schijnt. En geloof mij, je staat versteld zometeen wat je gaat zien. Oké, allemaal, welkom bij de praktijktest van de Olight M2X UT Javelot. Nou, wat je net in het filmpje hebt kunnen zien is dat dit vooral een lamp is voor de grote afstand. De grote lampkop, speciale LED, zorgt voor een hele, maar dan ook hele strakke bundel, wat je net hebt kunnen zien. Ik heb voor het vergelijk heb ik een Maglite 2D cel meegenomen. Dat is de lamp die natuurlijk iedereen wel kent en in huis heeft. En dat maakt dit juist even een mooi vergelijk. Nou, ik zet eerst de Maglite 2D cel aan. Nou, je ziet hier vooraan de voetbal in het midden op een metertje of 10, 15. Daarachter de struikenpartij op 15 tot 20 meter. En daarachter op 50 meter zie je de grote bomen. Nou, die zijn heel zwak in beeld gebracht op de camera. De camera geeft het beeld altijd iets minder intens weer dan in het donker dan wat ik daadwerkelijk nu kan zien. Maar ik hoop dat je toch een beetje een beeld erbij hebt. Nou, ik zal nogmaals eventjes hier langs gaan schijnen. Nou, je ziet hier de struikenpartij. Het is moeilijk definieerbaar. En je ziet dat die bundel van die Maglite behoorlijk strak is en dat je eigenlijk ook niks daaromheen kunt zien. Ik zal heel eventjes gaan inzoomen, zodat je hier kunt zien op de struiken. Kijk, daar hebben we de struiken. Nou, de camera heeft een beetje moeite met scherpstellen. Maar hier zie je de struiken. Nou, natuurlijk de bal daar vooraan. Nou, ik zal even uitzoomen en ik zal de Olight M2X even aanzetten. Olight M2X op de felste stand. Kijk, en wat je hier ziet is toch een heel ander verhaal. Je ziet daadwerkelijk die hele strakke bundel hiervoor in beeld komen. Hieronder. En daaromheen zie je nog die brede waas. Wanneer ik dus hiervoor ga schijnen, zie je dat het eigenlijk zwaar overbelicht wordt. En dat ik, wanneer ik zelfs die bal schijn, dat je die bal eigenlijk niet meer kunt zien door de intensiteit van de lichtbundel. Nou, wanneer we hier die struikenpartij op 15 tot 20 meter gaan belichten, dan zie je dat we het perfect keurig in beeld krijgen. En naast dat we natuurlijk dat puntje daar achterin hebben, zien we ook nog hiervoor natuurlijk precies wat er gebeurt. En dat komt dus door die spil, die brede waas, wat dus om de lamp heen zit. Even ter vergelijk. Mensen zeggen altijd, ik moet een zaklamp hebben die ik moet kunnen focussen. Nou ja, met deze lamp zie je natuurlijk gefocust wel het een en ander, maar zie je eromheen natuurlijk helemaal niks meer. Deze lamp is ook gefocust, maar die heeft tegelijkertijd ook een brede bundel en nu zie je veel en veel meer. Nou, ik zal eventjes gaan inzoomen op de struiken en dan kun je zien dat het daadwerkelijk ontzettend goed verlicht wordt. Nou, je ziet zwaar overbelicht op deze afstand. Zoals de blaadjes kunnen we dat in detail bekijken. En wanneer we weer uit gaan zoomen en we gaan de afstand wat vergroten van de lamp, en we gaan hier naar achter schijnen, en dan zien we zelfs hier op 50 meter die boom, is geen enkel probleem voor deze Olight M2X. Ik hoop dat die het een beetje beeldscherp houdt. Even kijken. Heeft wat moeite met scherpstellen de camera op dit moment. Kijk, daar is die. Je ziet hier de boom. Kijk, en we kunnen precies de contouren van de boom zien. En zelfs die boom daarachter, waar ik nu op schijn, is op ruim 100 meter afstand. En je ziet hoe strak die bundel nog is. En dit, beste kijkers, is een daadwerkelijk zaklamp voor de grote, grote afstand. Wanneer we verder naar rechts gaan, zien we daar natuurlijk nog bomen. Hiervoor ook, we kunnen precies alles zien. Zelfs hiervoor weer vooraan. Tot in detail kunnen we alles bekijken. En hier natuurlijk de struiken aan deze kant. Ik zal de Maglite even naast houden voor het vergelijk van de bundel. Links de bundel van de Maglite en rechts die van de Olight M2X. En je ziet dus hoe strak die bundel hier is. Het lijkt alsof het hier ophoudt, maar hiervoor zien we ook nog prima verlicht wat er hiervoor in het gras gebeurt. En wanneer we dus de Olight uitzetten, zien we bij de Maglite dat er niks van overblijft. En dat maakt deze lamp zeer geschikt voor natuurlijk de grote afstanden. Maar je moet niet vergeten dat het ook belangrijk is om te kijken wat er voor je gebeurt. En niet alleen zo'n smal bundeltje voor in de afstand, want je moet natuurlijk zien of er voor, of het oppervlak waar je overheen loopt, of de grond, of dat wel veilig genoeg is om overheen te lopen. Nou, we gaan nogmaals eventjes
de verte inschijnen. En je ziet dat we precies die contouren van die bomen kunnen zien. En dat we zelfs hiervoor nog de bal kunnen zien liggen. Terwijl die bundel 20, 30 meter daarboven zit. Nou, wanneer we weer naar beneden gaan, dan zien we hier dat we natuurlijk alles kunnen zien. Nou, we gaan eens even de standen door. Want die zitten er natuurlijk ook op. Dit is de allerlaagste stand. En je ziet die allerlaagste stand van die O-Light. Die kun je vergelijken met die van de Maglight. Alleen de bundel van de O-Light is natuurlijk wat strakker. Wat meer intens. En wat geconcentreerder. Wanneer we hem weer een standje hoger zetten. Dan gaan we naar de middenstand. En uiteindelijk naar de turbostand. En weer terug naar laag. En natuurlijk weer helemaal door naar boven. En nogmaals eventjes de bundels naast elkaar. Om het goed te bekijken. Nou, je ziet het verschil. Ik hoef er eigenlijk geen woorden meer aan vuil te maken. Beelden spreken in dit geval voor zich. En een video zegt in dit geval ook zeker meer dan 1000 woorden op een internetsite. Het is namelijk goed om te zien dat je het effect kunt zien wat zo'n klein lampje in verhouding met die grote Maglight doet. Het komt natuurlijk door de felle lithium-ion accu die erin zit. Die eigenlijk 3 penlights vervangt. En daardoor zoveel licht geeft. En die grote kop, die zorgt dus daadwerkelijk voor die strakke bundel. Laat je niet van de wijs brengen door het aantal lumen. Want dat zegt helemaal niks over het bereik van de bundel. Het is echt daadwerkelijk de lampkop die het bepaalt. Mocht je nou een vraag hebben over deze zaklamp, de Olight M2X Javelot. Kijk dan op onze site, stuur ons een berichtje, een appje, een mailtje of iets dergelijks. Of laat je reactie achter onder dit YouTube filmpje. En dan verwijzen we je voor meer informatie natuurlijk door naar onze website www.letscherp.nl.